Mensen van het district Koroni hoeven na vandaag niet meer af te reizen naar Paramaribo of Nikeri om hun basiszorgverzekering aan te vragen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werkt naar meer decentralisatie van de verschillende districten. Een andere belangrijke zaak wat wij hebben meegenomen bij de decentralisatie is dat we mensen ter plekke trainen om de diensten te doen. Dus hier in Koroni zijn er mensen van Koroni die hier de diensten gaan draaien. We gaan binnenkort, als het goed is, de komende week al naar een Latour, waarbij we in Pontbuiten ook een wijkkantoor van SOSAVO zullen opzetten. Het is al opgezet, we zullen het openen, omdat het gebied Latour en Pontbuiten een heel groot en uitgestrekt gebied is en de mensen allemaal terecht moeten bij een wijkkantoor die we hebben in Rambulangweg. En u begrijpt, de mensen die helemaal in de Frederikshoop wonen, dat ook nog een onderdeel van Pontbuiten is, dat gewoon te ver is. We gaan een wijkkantoor openen in Dritabiki. De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben mensen van het gebied getraind. De training heeft iets langer geduurd dan dat ik had gedacht. Maar we zullen gauw tot opening overgaan. En hetzelfde geldt voor Atchoni. De mensen van Atchoni worden nu klaargemaakt. Zo ziet u dat wij de diensten bij de mensen brengen. Het moet ten aller tijde mogelijk zijn dat burgers landelijk hun zaken in orde kunnen maken bij de verschillende dienstdoende instanties. Vandaag werden twee afdelingen van het ministerie van Sociale Zaken geopend, namelijk Stichting Uitbetaling Sociale Voorzieningen Fonds en Stichting Hulpverlening Basiszorgverzekering Fonds. Remy Tarnadi, districtscommissaris van Koroni, is blij met deze ontwikkeling in het district. Kijk, inderdaad, praktijk leert ons dat ding nog dit smaak moest vinden hebben. Omdat we een technische zaken nodig hebben, dan bijna alles kan doen kampsa in one day. En na een komst voor de kantoor is dan de toren voor de korrespondent kan zitten morgen snel ook tomorrow boom, waardoor de aflasting en daardoor we bespaar behalve een boom gezondheid die desmaya zo. Ook toe, a ting, a monisa desma en lasi ook toe. Want zo lees je teluku dan bijna je kan tak desma en geef moro voor uit voor een regel akarta dat a monisa sa de muspaye den diensten, den datra of de zorginstelling. Ik vind het iets goed voor Koroni dat er een basiszorgfiliaal unit geopend is geworden in Koroni. Ik vind het heel geweldig, want dit is IUSV, biedt de dienst toe aan de mensen. En dat vind ik heel geweldig. Jawel, want je moet morgens vroeg opstaan om naar Paramaribo te gaan. Soms 3 uur in de ochtend of 6 uur in de ochtend. Ja. Zo wel. Is gemakkelijk voor corona. De mensen hoeven dan niet speciaal naar de stad te gaan om aanvraag te doen. Dus alles kan je nu in corona doen. Osea Bini van de Stichting Hulpverlening Basiszorgverzekering Fonds geeft aan dat na Koroni de andere districten ook aan de beurt komen. Voor Yabini zorgt decentralisatie voor nog meer beweging in de verschillende districten. We hebben al een basiszorgkantoor in Nikeri, in Wanika. Nu in Koroni, we hebben afspraken met de DC van Komowene, Marowene. Dat wil zeggen, we gaan naar Komowene, we gaan naar Marowene. En ik denk volgende week gaan wij ook kijken om afspraken te maken met de DC van Para, Brokopondo. Met de DC van Saramaka hebben we gisteren al een afspraak gemaakt. Dus we zijn bezig om in alle districten een basiszorgunit op te zetten. Zodat de mensen ter plaatse een basiszorgkaart kunnen aanvragen voor gezondheidszorg.